Germy, wat ontzettend leuk dat we hier in je huis op bezoek mochten komen. Want ik had een bijzondere vraag gisteren aan je. Vintage, is dat een manier om het duurder te maken? Nee, eigenlijk absoluut niet. Vintage is eigenlijk gewoon dat het ook niks kan kosten. Men verwacht ook vaak dat het duur mooi is. Maar juist eigenlijk een vintage look maakt juist toch weer dat extra wat je kan geven aan het interieur. Doordat er toch herinneringen aan kleven of je verzamelt bepaalde spullen en zet ze dan uit. Dus dan krijgen mensen toch meer een beeld van hoe je zelf als persoon in het leven staat eigenlijk. Want nu tegenwoordig is eigenlijk steeds de minimalistische sfeer geweest. Zo weinig mogelijk, wit, zwart. En nu zie je juist dat het gaat terugkeren naar de vintage stijl. Dat is ook van dat er echt georganiseerde chaos, zoals ze het noemen. Dat wordt nu eigenlijk meer dan voorgebracht. Het wordt toch een nieuwe woontrend. En dat vind ik, daar ben ik zelf wel heel erg blij. Word ik heel erg blij van, laat ik het zo zeggen. Ja. Je hebt inderdaad heel erg mooie spulletjes staan waar ik inderdaad ook direct herinneringen van krijg. Denk bijvoorbeeld aan de mannetjes. Ik weet niet de naam ervan, maar jij noemde het zojuist. Hoe heette het? De manchermannetjes. Dat zijn van die hele kleine mannetjes. Die kwamen vroeger bij het ZDF. Kwamen die eigenlijk bij de werbung, dus eigenlijk bij de reclame. Daar kwamen die mannetjes voorbij. En dan was dat maar een hele kleine impressie. Maar dat vond ik altijd zo erg leuk. Dus dat is ook echt een herinnering en dat is ook een reden dat ik ze eigenlijk ook verzameld heb. Het materiaalgebruik, wat kun je daarvan zeggen? Want het is eigenlijk ook weer heel anders. Nou, eigenlijk kan alles. Maar in de jaren 60 hadden ze vooral veel staal, teakhout. En dat was eigenlijk ook heel duurzaam. En ook heel stevig, want je ziet nou nog steeds eigenlijk op sommige kastjes, bijvoorbeeld de televisiekast, dat is gewoon heel hoogwaardig materiaal. Dat heeft de tand destijds eigenlijk gewoon doorstaan. Ja. En heel bijzondere kleuren. In die jaren was het nog niet zo groen en geel zoals in de 70er jaren. Maar wat zag je in de 60er jaren veel? Ook wel oranje en groen ook wel. Maar dat was echt een beetje die flower power beweging. Dus ook wel paars. En eigenlijk kon er ook gewoon heel veel. Het was gewoon een heel creatief bolwerk in die periode. Dus in dat opzicht kon alles, mocht alles. En ja, dat vertaalde zich ook weer naar de meubels. En schilderijen, vazen... De vazen zijn nog altijd heel erg populair. Dat zijn de West Germany vazen. Die zie je nu nog steeds heel veel. En daar vragen ze ook best wel wat voor. Dus in dat opzicht blijft dat altijd. Omdat iedere vaze zo uniek heeft. Een andere vorm, een andere kleur. En dat maakt het eigenlijk ook heel bijzonder. Wat kun je zeggen van de keuken van die jaren? In de jaren 60 was vooral de formica keuken. Dat zag je heel veel. En ook wel wat met van dit glanzend hout erbij. En van die speciale keukenkastjes. Ja, en dat werd dan ook weer allemaal een beetje aangepast met een 50-jarige stijl broodrooster. Of ja, wat iemand zelf ook leuk vindt om er aan terug te laten komen. Dat kan eigenlijk ook alles. Kluttercore, een term die je zojuist noemde en ja, ik had hem nog niet gehoord. Kun je uitleggen wat dit is? Nou, ik had hem ook nog nooit gehoord tot ik de Volkskrant zaterdag opensloeg. En daar staat eigenlijk een beetje in dat chaos weer mag. En wel natuurlijk georganiseerde chaos. Dat je weer alles bij elkaar mag gooien, alle kleuren, allerlei materialen, allerlei verzamelingen, mits je het natuurlijk organiseert. Bijvoorbeeld je verzamelt... spiegels, dat je bijvoorbeeld 10 verschillende soorten spiegels combineert of 10 verschillende bloemenschilderijen. Maar in principe hoeven we het niet te matchen. Alleen er moet een klein beetje structuur in zitten. Dankjewel voor het inkijkje, voor je tijd en leuk dat we dit samen hebben mogen bewonderen.